Zorg ervoor dat je je test online activeert op www.homedic.com/activeer. Als je je testkit niet hebt geactiveerd, kan het laboratorium jouw testgegevens helaas niet verwerken. Om je test te activeren, moet je de 12-cijferige unieke testkit-ID-code gebruiken. Je vindt de activatiecode onder de barcode op de afnamebuis. Ga dan naar www.homedic.com/activeer en activeer je test in jouw persoonlijke Homedic-account. In de verpakking vind je een afnamebuis, vingerprikkers, pleisters, alcoholdoekjes, alcoholvrije doekjes en een beschermzakje. Drink 30 minuten voordat je start met de bloedafname voldoende water. Was je handen met warm water gedurende 30 seconden en droog deze daarna goed af. Houd je handen vervolgens 2 minuten tegen een kop warm water aan om de bloedcirculatie te stimuleren. Zwaai vervolgens 8 tot 10 keer met je armen langs het lichaam. De beste locatie voor afname is de binnenkant van zowel de middel- als ringvinger bij de vingertop en iets opzij. Gebruik het meegeleverde alcoholdoekje om de vinger goed te desinfecteren. Laat vervolgens de vinger goed opdrogen. Voor overige bloedafnametips verwijzen we je naar onze website www.homedic.com/nl/afnametips. Draai eerst het dopje van de afnamebuis. Draai vervolgens het dopje van de vingerprikker om deze te verwijderen. De vingerprikker is nu klaar voor gebruik. Plaats de vingerprikker tegen de gedesinfecteerde vinger. Druk de vingerprikker hard aan totdat je een klik hoort. Vraag iemand anders dit te doen als je hier moeite mee hebt. Veeg de eerste druppel bloed weg met het meegeleverde alcoholvrije desinfectiedoekje. Laat de druppels in het buisje vallen of schep deze op met de scherpe rand van de afnamebuis. Indien er niet voldoende bloed kan worden verzameld, raden we je aan om de vinger tussendoor schoon te maken met het meegeleverde alcoholvrije desinfectiedoekje. Belangrijk, vul het buisje het liefste tot aan de bovenste lijn, 500 microliter. Dit is de minimale hoeveelheid die het lab nodig heeft om je sample te kunnen verwerken. Gebruik vervolgens een van de pleisters om de prikplek af te dekken. Plaats de dop terug op de bloedafnamebuis en druk deze aan totdat je een duidelijke klik hoort. Plaats de afgesloten afnamebuis in het meegeleverde beschermzakje en sluit deze met behulp van de plastic plakrand. Plaats het beschermzakje met het monster erin in de doos en sluit deze af. Stop de doos in de meegeleverde retourenvelop en verzend deze direct naar het adres vermeld op de retourenvelop. De kosten van de retourzending zijn reeds voldaan. Zodra je het testmateriaal hebt afgenomen, dien je de testkit onmiddellijk op te sturen naar het adres op de retourenvelop. Indien de buitentemperatuur onder de 3 graden of boven de 25 graden ligt, verzoeken wij je het pakketje af te geven bij een postkantoor. Zodra het laboratorium jouw testmonster heeft ontvangen, zullen ze deze verwerken. Je testresultaten worden beoordeeld door ons medisch team. We nemen onmiddellijk contact met je op zodra jouw testresultaten gereed zijn. Homedic, de eenvoudigste manier om thuis je gezondheid te testen.